Ieder uur krijgen 5 mensen in Nederland de diagnose dementie. Een hersenaandoening waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Mensen met dementie kunnen oudere herinneringen vaak beter voor de dag halen dan nieuwe ervaringen. En daar speelt NSC maatschappelijk op in. Samen met het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis organiseren zij het project Voetbal Memories. Elke eerste woensdag van de maand is het tijd om herinneringen op te halen uit vervlogen jaren. Speciaal voor dementerende ouderen die de Nijmeegse Club een warm hart toedragen. Nou, het is een project dat uit het Verenigd Koninkrijk komt. Daar doen ze dit al veel langer. Dus ik ben in 2018 naar Schotland gegaan. Heb daar de oprichter van Voetbal Memory Schotland gesproken. Die heeft mij 2 dagen op sleeptouw genomen langs een aantal clubs. Heb ik gezien hoe het werkt en gedacht van ja, dit is ook iets wat in Nederland zou moeten kunnen. Het is qua concept zo simpel dat het een kwestie is van het gewoon gaan organiseren. Zo wordt alles uit de kast getrokken om de mooiste herinneringen op te halen. We proberen eigenlijk altijd met de ouderen terug te blikken op oude foto's. We hebben filmpjes, video's, attributen, sjaaltjes van wedstrijden. En zo proberen we eigenlijk juist met die ouderen herinneringen op te halen. Het leuke is dat mensen komen weer bij de voetbalclub. Dus dat is iets wat ze jaren geleden hebben gedaan. Dat is betekenisvol voor ze. Er liggen veel emoties, herinneringen enzovoort. En dat is wat de mensen op aanslaan en wat ze ook verbinden. Dus je hebt hier, als ze hier voor het eerst komen, dan hebben ze gelijk aansluiting op basis van het verleden van NEC. En dat gaat heel snel erg geanimeerd. De bijeenkomsten zijn niet alleen goed voor de mentale gezondheid, ook kan de dementie in zekere mate vertragen. Dementerende ouderen zie je vaak dat ze wat beperkt zijn in hun sociale contacten. Juist interactie en sociale gesprekken dragen bij aan om die ziekte wat meer tegen te gaan. En zo proberen we eigenlijk juist die aspecten in voetbalmemories te verwerken. De bezoekers reageren over het algemeen erg positief. Nou, ik vind het leuk, gezellig. Als het om voetballen gaat, dan is het altijd voor mij prettig. Want mijn hele leven was voetballen. We merken dat de deelnemers het vooral heel erg leuk vinden. Dus het is echt voor hun een uitje. Even weg zijn van het verzorgingstehuis of de plek waar ze wonen. En mantelzorgers die er soms bij zitten, die zien hun partner echt opleven. Maar ook weer dingen vertellen die hij thuis bijna niet meer vertelt. Dus je ziet echt dat ze hier wel weer een beetje geactiveerd worden.